Ik begin bij de opening in het Rijksmuseum, waar de schedel van Damien Hirst te zien is. Het heet For the Love of God. Het is een platina afgietsel van een schedel die met ruim 8000 diamanten is belegd. Het duurste kunstwerk dat ooit door een levende kunstenaar gemaakt is. Hoe duur? Volgens mij iets van 374 miljoen. Nou, ik ga bijvoorbeeld ook nog naar Arkam, het architectuurinstituut. En ik hoorde net, want sommige mensen hebben echt last minute nog een soort programma onderdelen toegevoegd, dat zij daar een soort publieke rechtszaak gaan houden tegen navigatiesystemen. Dat vind ik wel heel leuk, omdat dit is een architect die pleit ervoor van ja, je moet eigenlijk gewoon kunnen verdwalen in een stad. En dat is eigenlijk precies wat ja, voor mij ook de museumnacht is, verdwalen in een stad en nieuwe plekken ontdekken en niet te veel alles al helemaal plannen van tevoren. Omdat het wel handig kan zijn, omdat je anders misschien niet de dingen meemaakt die je wilt meemaken. En wat ook heel leuk is dit jaar, is dat er een museum is, of eigenlijk tentoonstellingsruimte, B139. Die hebben besloten niet in hun gebouw te blijven, maar gewoon naar buiten te treden met een kunstprocessie. Die gaan beginnen tegenover het Rijksmuseum en die hebben een hele tocht door de stad georganiseerd. Met 70 vrijwilligers die allemaal beeldende kunst echt gaan dragen door de stad. Het heet Ontferm U en het is bedoeld van ja, kunst hoeft niet altijd binnen de muren te blijven. We brengen eigenlijk de kunst terug naar het publiek. Welke plekken die vorig jaar niet meededen, doen dit jaar wel mee? Het Geelvink Heerlopenhuis doet mee. Dat is een museum aan twee grachten. Uit mijn hoofd de Heren- en de Keizersgracht, maar ik kan het mis hebben. In het midden hebben ze een hele mooie tuin. En dat is een heel bijzonder museum. Het eigenlijk gewoon een oud huis is waar ook kunst in hangt. En het is echt even terug in de tijd gaan. De Brakke Grond doet mee als gastlocatie, dus het Vlaams Cultuurhuis. Die zijn nu al een week bezig met 70 videokunstenaars om animatiefilmpjes te maken. Belgische en Nederlandse videokunstenaars. En die gaan een soort wedstrijd doen tijdens de museumnacht. Smart Project Space doet mee. Dat vind ik zelf een hele leuke plek in Amsterdam-West. Waar geluidskunst is, een heel filmprogramma en ook een tentoonstelling van Mathieu Lauret, een Franse kunstenaar. En de Portugese synagoge doet mee, ook als gastlocatie. Enorme synagoge aan het Meester Visserplein, die eigenlijk helemaal niet opvalt. Maar het is echt een heel groot gebouw. De ingang is een beetje verscholen, maar als je er eenmaal in zit, dan zie je gewoon een hele mooie oude synagoge die helemaal met kaarslicht verlicht is.